Goedemorgen, welkom bij Jumping Amsterdam 2014. Ik sta hier met onze allereerste winnaar van deze editie, Eveline Walcott. Zij heeft net de biederijprijs gewonnen in het L. Eveline, hartstikke gefeliciteerd. Hoe was deze ronde voor jou? Ja, dat is sowieso heel gaaf. Nee, het ging heel goed. Ik moest er wel echt voor rijden. Ik zei tegen mijn vader, ik moet en kort en snel gaan. En dan kan het net lukken. En het was gelukt. Dus. Want het was nogal een spannende barrage, hè? Ja, dat klopt, ja. Had je de rit voor jou gezien? Wist je welke tijd je moest rijden? Ja, ik had het wel een beetje meegekregen. Dus ja. Nou, hartstikke goed. En ik heb begrepen dat dit jouw debuut was op Jumping. Hoe voelt dat? Ja, super gaaf. Ja. En wat ga je nu, hoe ga je het vieren? Blijf je nog hier of moet je alweer terug naar huis? Nee, we blijven nog even hier lurken en dan straks terug naar huis. Ja. En kom je nog van het weekend kom je nog terug? Of, is... Ik kom uit Enschede, hè? Dus al eentje, eentje weg. Eentje terug. Ja. En wat zijn je plannen met dit? Het paard heet de Kitten. Ja. Wat zijn je plannen met dit paard voor volgend jaar? Dan hoop ik dat ik haar dan zover in het set heb. Ik heb nu een paar keer M gereden, dus ik verwacht wel veel van haar. Dus dat is wel de doelstelling. Okay. Ja. Nou, hartstikke goed, onwijs gefeliciteerd en geniet ervan.